Is de trainer Heracles tevreden met dat punt in Den Haag? Ja, als ik reëel ben, zat er niet veel meer in, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat we aan beide kanten hebben sporadisch een kansje gezien. Of tenminste, het waren wel grote kansen, maar het was geen kansenregen vandaag. Dus ja, het was denk ik wel een terechte uitslag over de hele wedstrijd. Maar ik kan niet tevreden zijn over het spel. Moet er beter? Ja, wat er beter moet. Ja. Ik vind dat wij zonder bal veel te weinig doen. Er lag toch behoorlijk wat ruimte. En als je niet, ik wil niet zeggen de bereidheid hebt, maar in ieder geval te weinig doet zonder bal, ja, dan creëer je niks. Wil je door kunnen voetballen, dan moet je proberen middenvelders met een gezicht naar de goal in balbezit te krijgen. Ja, dan moet je wel iets zonder bal voor doen. En dat doen we te weinig, vind ik. Dus daar moeten we sterk in verbeteren. Als ik vanavond op een verjaardag kom en ze zeggen, Willem, waar ben je geweest en wat heb je gezien? Dan zeg ik, twee goede keepers. Ja, terecht dat je dat zegt. Ik vond het voor de rest een hele matige wedstrijd, maar die keepers die excelleerden. Ook aan de kant van HBS, uitstekende doelman, ja zeker. Hoe is het voor jou om, laat ik het zo maar zeggen, bij twee clubs waar nog wel eens wat aan de hand was, gewerkt te hebben, nu bij het altijd rustige Heracles? Ja, dat is wel een oase van rust inderdaad, Willem. Nee, ja, het is prettig werk. Die club is wat anders opgebouwd natuurlijk. Hè. Dus we hebben een hele jonge groep. Met ook ja, wel wat ervaring, maar niet veel. Dus dat vraagt ook als trainer een beetje een andere benadering. Dingen landen misschien iets, of voordat dingen landen duurt vaak iets langer dan dat je wat met meer ervaren spelers te maken. Maar dat geeft helemaal niet. Hè. Dat is ook wel heel aantrekkelijk en leuk om met zo'n jonge groep aan de gang te gaan. Maar het is daar heerlijk werken. Dan kan je gewoon zonder al te veel drukte je ding doen. Van Buren denken zeker dat je, dat zou jouw verlengste kunnen worden denk ik. En nummer 3 achterop. Ja, absoluut. Ja. Kees weet natuurlijk prima wat er gevraagd wordt. En is ook, moet ik zeggen, heeft een hele positieve houding richting jonge spelers. En we hebben Jeffrey natuurlijk ook erbij lopen. Ja, dat zijn wel jongens die in het veld natuurlijk het een en ander voor je kunnen waarnemen, zo gezegd. Duidelijk uit Jeffrey Vlug. Ja, sorry, ja, Jeffrey Vlug. Ja. Excellent Vlugse Boosters, ik weet dat. Ja, ik weet dat hij speelde. Ja. We hebben nogal tegen hem gespeeld. Jij bent Spakenburg. Ja, dat klopt. Ja, ja dat was volgens mij niet zo'n hele mooie uitslag toen daar. Maar. Was het met Riley? Ja, dat was die wedstrijd. Hoe was het ook weer? Leg het nog eens uit. Wat gebeurde er ook weer? Volgende vraag. Ignacio maakte er 6. Ja, wij willen wel dat jaar kampioen trouwens. Die wilde je nog even kwijt, hè? Was dat niet de vraag? Nee. Dankjewel.